mijn naam is Anna Spijkstra en ik woon op Curaçao sinds mijn 23ste. In 1980 ben ik hier meegekomen met mijn man die hier is opgegroeid. En ik had het jaar daarvoor had ik de academie afgerond in Academie Minerva in Groningen. En ik heb dus mijn jeugd is Nederlands, maar ik heb mijn hele kunstenaarschap is volledig opgebouwd op Curaçao. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe ik me ontwikkeld zou hebben als ik in Nederland was gebleven. Alleen, ik weet alleen dat dat totaal anders zou zijn geweest. Want mijn inspiratiebron, al 40 jaar lang, is heel erg de natuur van Curaçao om mij heen. Daar waar ik rond 2000 mee bezig was met heb ik een hele serie totems gemaakt. 2 meter, 2,5 meter hoog. Een totem die bij Blue Bay staat. Dat is al een soort tussenvorm. Wat ik rond 2000 deed was echt heel abstract, heel strak. En bij Blue Bay is ook een strakke totem, maar geïnspireerd toch op natuur. Want hij heet dus door de jaren heen. Hij is geïnspireerd op de jaarringen die je bijvoorbeeld bij de koningspalm ziet. Vandaar ook een zwarte schijf of een gouden schijf. Je hebt goede jaren, je hebt mindere jaren. En deze, wat ik nu aan het maken ben, dat is helemaal nog veel duidelijker geïnspireerd op natuur. Op die bloem, op die Bird of Paradise.